Tabaksverslaving kan je het best uitleggen met de nicotinegrafiek. Nicotine is de verslavende stof in sigaretten. Je ziet hier twee assen. Boven een as de hoeveelheid nicotine en de zijas is de tijd. Als je 's ochtends opstaat, is de nicotine heel laag. Dat zie je bij de nul. Dan herkennen veel rokers wel. Heel veel mensen hebben dan heel veel trek in de sigaret en gaan dan gelijk 1, 2, 3 sigaretten roken. Dat komt omdat de nicotine in het lichaam gedaald is tot een heel laag punt, waardoor je heel veel trek krijgt. Dus alle nicotinereceptoren in je hoofd en in je lichaam, die schreeuwen om, geef mij nicotine. Dan ga je roken, dan schiet die omhoog. En dat stijgen geeft minder ontwenning, dus minder onrust, minder stressgevoel, minder craving, dus trek. Maar helaas, nicotine werkt heel kort. Dus na een aantal uren, bij sommige mensen na een half uur al, als je heel snel ontwent van de nicotine, dan heet je rapid metabolizer, dus snelle metaboliseerder. Maar meestal na een half uur tot anderhalf uur daalt het weer. En dat dalen geeft een onprettig gevoel. Dat geeft weer onrust, misschien ook chagrijn, ik moet iets. Dus dan wil je weer roken en ga je weer roken. Gaat hij weer omhoog. Maar na anderhalf uur gaat hij weer omlaag. En zo rook je eigenlijk de hele dag tegen die ontwenning in. Dus die daling geeft een onprettig gevoel. Ze zeggen ook wel eens, als je een roker probeert de hele dag te komen waar een niet-roker zich bevindt. Dus weer een volledigheid van die nicotinereceptoren, dat die zich weer prettig voelen. En niet-rokers hebben dat niet nodig, die onrust bestrijden. Dus je rookt eigenlijk de hele tijd tegen een nicotineontwenning in. En aan het eind van de avond, je ziet dat de basislijn, de onderste lijn, niet helemaal naar beneden gaat. Dus je bouwt een beetje nicotine op in je bloed en dan 's avonds kan je slapen. Sommige mensen kunnen 's nachts niet slapen omdat de nicotine alweer zo snel daalt dat ze een aantal keer per nacht ook een sigaret moeten roken. Dat is niet ongewoon bij mensen in de psychiatrie, mensen met psychiatrische problemen, omdat nicotine sneller afbreekt vaak door de medicatie en koffie.